Tegen wie zegt de Heer Jezus dat hier? Nou, dat zegt hij tegen de farizeeën en de schriftgeleerden. Waarom zegt hij dat dan tegen hen? Nou, schrik niet, omdat ze van plan zijn om hem te vermoorden. Kijk maar naar vers 18. Ze willen hem vermoorden omdat hij gezegd heeft dat hij de Zoon van God is. Ze zeggen, dat is wel zo'n geweldige godslastering. Hij mag niet langer leven, hij moet dood. Ze zochten hem te doden. Omdat hij gezegd had dat hij de Zoon van God was. Nou, dan gaat de Heer Jezus verderop, vanaf vers 19, bewijzen van zijn goddelijkheid noemen. Allerlei bewijzen. Hij zegt, als jullie mij niet geloven, maar behalve dat zijn er nog allerlei andere getuigen die bevestigen dat ik werkelijk de Zoon van God ben. Er zijn nog andere getuigen. Als jullie mij dan niet willen geloven, maar geloof van anderen die van mij getuigen. En dan wijst hij allereerst, kijk maar mee, als eerste getuige Johannes de Doper, vers 33. Hij heeft aan de waarheid getuigenis gegeven. Welke waarheid getuigde Johannes de Doper? Dat Jezus is de Zoon van God. En Johannes de Doper was bepaald niet de eerste, de beste. Als kun je zeggen, ja, dat kan iemand wel zeggen. Ja, maar het was niet zomaar iemand. Het was Johannes de Doper. Die dus best wel je vertrouwen waard is. Want vers 35, hij was een brandende en lichtende kaars. En jullie hebben je in hem verheugd. Iedereen wist, Johannes de Doper is een van de grootste profeten. Nou, als die het zegt, dat Jezus de Zoon van God is, heb je toch een reden om het te geloven. Eerste getuige. Johannes de Doper en zijn getuigenis. Dan nog een tweede getuigenis haalt de Heer Jezus aan. Die zijn getuigenis ondersteunen. Nog overtuigender bijna dan het getuigenis van Johannes de Doper. Wat is dan de tweede getuigenis? Vers 36. De werken die ik doe, getuigen van mij, daar heb je het. Dat mij de Vader gezonden heeft. De werken die ik doe. Al die wonderen. En die genezingen. Dat blinden gaan zien. Dat doven gaan horen. Dat kreupelen gaan lopen. Dat 5000 mensen te eten krijgen. Ja, dat kan geen mens. Dat kan alleen maar iemand doen die de Zoon van God is. Dus mijn werken getuigen, bevestigen dat ik de Zoon van God, de Messias ben. Dat was tweede getuigenis. En dan voert de Heer nog een derde getuigenis aan dat hij de Zoon van God is. En dat is wel het sterkste getuigenis, wat hij nou gaat noemen. Wat denk u? Wat is het sterkste getuigenis dat Jezus de Zoon van God is? Wat denk u? Als u zelf, laat ik even tussendoor zeggen, als u last hebt van twijfel, als je last hebt van ongeloof, waar kun je dan het beste je houvast, je zekerheid zoeken? Wat doet u dan? Als je zo zit te tobben met twijfel en ongeloof, waar grijp je daarnaar? Nou, uiteindelijk natuurlijk de eigen woorden van God. Vers 38. En zijn woord hebt gij. Ja, dan staat er nog wat achter. Maar dit is ondertussen wel waar, hè? Als derde getuigenis. Het getuigenis van Johannes de Doper. Mijn wonderen die het bevestigen. Maar het krachtigste getuigenis. De eigen woorden van God. Het woord was hun gegeven. Om daarin zekerheid te vinden. De zekerheid dat Jezus is de Christus. En om zo ook zeker te zijn van hun zaligheid. Die zekerheid ligt ten laatste en ten zekerste verankerd in dit woord. Daarom heeft de Heere ons die Bijbel gegeven. Om er zeker van te zijn dat wij een verlosser hebben.
En dat wij gered zijn als wij in al onze verlorenheid ons overgeven aan Hem. In Hem is mijn redding. En in Hem is mijn behoud. Maar het ergste, vers 38 gaat nog wel verder, hè? Jammer. Gij gelooft Hem niet. Maar dan wijst hij hun het middel aan nog een keer om van die twijfel verlost te worden, van het ongeloof. Onderzoek de schriften, zegt hij tegen die farizeeërs en die schriftgeleerden. Nou, die schriften hadden ze, hè? Mozes en de profeten. Onderzoeken, dat zei de Heer Jezus tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden. Nou, dat hoefde hij tegen hen toch niet te zeggen, hè? Dat ze dat moesten doen. Want onderzoeken, nou, dat deden ze. Zoals het nog steeds doen, hè? Ook nu nog steeds, die orthodoxe Joden. Die de schriften onderzoeken. Je hebt misschien wel van die foto's gezien of wel een film. Dan zie je ze zitten in zo'n kolossale bibliotheek met rijen dikke boeken achter de rug. En ze zitten al die rollen en die boeken te bestuderen met een bril op het puntje van hun neus. En ze doen dat met een verbetenheid en met een, nou ik zou bijna zeggen, met een fanatisme. Met een ijver, nou waar wij een puntje aan kunnen zuigen. Ze zijn er gewoon 10, 12 en soms nog meer uren per dag mee bezig. En toch, ondanks al die fanatieke inspanning, vinden ze Jezus niet. Dat is het aangrijpende. Hoe komt dat? Dat je uren elke dag tot in de details de Bijbel zit te bestuderen. Nog meer boeken erbij. En ze vinden Jezus niet. Hoe komt dat?